hebben we bedacht omdat we eigenlijk vonden ambtenaren die moeten toch ook laten zien dat ze kunnen sporten en bewegen. En vandaar dat we de strijd hebben bedacht en ontzettend veel enthousiaste ambtenaren in beweging hebben gebracht. En het leuke is ook nog dat ze zo aan inwoners laten zien van hey, wij doen dit, kom op, jullie ook. Ja. We zijn benaderd door de Gelderse Sport Federatie of wij als gemeente mee willen doen. En ja, we waren eigenlijk heel snel uit. We dachten, we zetten het uit in de organisatie en de respons was zo groot. Ja. Dus, ja. En je had gelijk ook zoiets van, ik doe daar aan mee. Ja, ik kon het ook wel een beetje gebruiken. Hè. Dus, is dat voor mezelf. Zo? Ja, dat is, Het zit nu iets losser. Ja, hè? Ja. Ja, want hoe ging het precies? Fitheidstest, wat moesten jullie allemaal doen? We moeten het gewicht, vetgehalte, daarnaast wordt gekeken welke inhoud je hebt ongeveer, zeg maar, en welke frequentie het hart omhoog gaat bij inspanning. Ja. Ja. Later wordt het dan nog een keer getest en dan blijkt dat je gewoon minder inspanning hoeft te doen om een bepaalde grens te bereiken. Ja. Dus, ja. En schrok je van de fitheidstest, de eerste, schrok je daarvan? Nou, ik wist voor mezelf dat ik niet erg fit was hoor, dus weinig conditie. Ja. En toen ben je gaan sporten. Welke sporten heb je in de afgelopen 10 weken allemaal gedaan? Nou, dat is vooral fietsen, cardio, dus dat toch wel veel conditie trainen, roeien, even nadenken, hardlopen. Nog, ja, en waar heb je dat allemaal gedaan? Allemaal in de schaapschool in Bemmel. Ja, fantastisch georganiseerd door de BR. Ja. Prima. En was dat met jullie team dat je dat ging doen of alleen? Wij gingen dat met 3 teams doen. Dus per team hadden wij 1 uur per week, maar we mochten nog meerdere uren daar gebruik maken van de accommodatie. Dus gemiddeld moest je wel 2 tot 3 keer zeg maar, om bepaalde grenzen kwaliteit te halen in die week. Want we hebben telkens iets opgebouwd. Dus, maar spraken jullie dat met elkaar af of hadden jullie een coach mee, een trainer? Nee, het was zo dat wij iedereen kon opgeven welk uur hem het beste uitkwam, dus per team hadden we een vast uur op een donderdag per team. Oh Maar hadden jullie wel een coach daarin? Nou, de begeleiding was van de schaapskooi. We hadden fysiotherapeut bij plus nog een fitnessbegeleider. Dus, goed voor elkaar. Luxe hoor. En trainen jullie ook met hartslagmeters? Met hartslagmeters ook allemaal. Dus iedereen kon, je moest ook binnen de hartslagzone blijven. Want dat was in principe wel een vereiste. Ja. En dan kreeg je de beste, dan ging je het beste maar in de testen omhoog. Ja. Ja. En wat willen jullie uitdragen naar Gelderland? Nou, we willen vooral naar Lingewaard eerst uitdragen dat wij een gemeente zijn waar bewegen heel belangrijk is. Gezonde voeding, bewegen, dat is prioriteit binnen het gemeentebestuur van Lingewaard. Ja, en dat kunnen we het beste doen naar onze hele organisatie. Ja. En hopen dat het zo'n bestuiving geeft naar andere doelgroepen. Ja. Toch ons predicaat Fitste Gemeente, hopelijk dat we dat dadelijk krijgen, gaan waarmaken. Ja. Dus met meerdere mensen ook. Ja. Maar dan wil ik toch eens weten, hoe hebben jullie je team samengesteld? Hebben jullie gewoon hele fitte mensen eruit gepikt of gewoon verschillend? Gewoon verschillend. Het ging meer naar tijd, wat de mensen het beste uitkwamen. De een kwam 5 uur beter uit en de ander tussen de middag. Dus, Nou, hartstikke mooi. Ik vind het een heel goed initiatief. Ja, we krijgen dadelijk, en, ik ben heel benieuwd hoe jullie het gedaan hebben. Nou, we krijgen dadelijk prijs. Maar ik denk dat meedoen laten zien, zeg maar, dat je de ambitie hebt om als gemeente te bewegen, ook als organisatie, dat is het allerbelangrijkste. Ja, en ga je nog door met zoveel sporten? Ja, we hebben een hele leuke aanbieding gekregen van de schaapskooi, waarin de medewerkers daar gebruik kunnen maken van de accommodatie. Maar dat gaan we dus waarschijnlijk ook in huis organiseren. Dus medewerkers bieden wij, zeg maar, in een als voorwaarde aan, zeg maar, de CO-voorwaarde heet dat, een bewegingspakket. Zo, nou dat klinkt allemaal heel positief. Ja, het klinkt goed, dus niet nog maar meedoen, hè. Dus nog meer mensen meedoen. Ja. Nou, vriendelijk dank en we gaan afwachten op de uitslag. Graag gedaan, ja, ik ben benieuwd hoor. Ja. We staan te popelen. Op de 3e plaats, op de tafels, Nederlands team 3. De winnaar van de Fitste Gemeente Gelderland 2008, georganiseerd door de Gelderse Sport Federatie samen met de Nationale Gezondheidstest, is geworden. Op de 1e plaats, Koningin.